Zo'n 3 weken geleden vond hier een fatale brand plaats, hier achter mij in Werden, waar een 12-jarig meisje om het leven kwam. Om de getroffen families te ondersteunen bedachten een paar vriendinnen een kniepertjesactie. Chrissy, deze kniepertjesactie die heb jij bedacht. Hoe is dat gekomen? Er is dus een brand geweest in Werden en ik ken de jongen van die familie waar dat is gebeurd. En ik wilde hun heel graag helpen. En toen bedachten we van het is perfecte tijd van het jaar om kniepertjes te bakken. En toen hebben we gewoon alle lijntjes bij elkaar getrokken en toen zijn we op dit idee gekomen. Ja, en nou weet ik dat je vader bakker is. Wat vond hij ervan? Ja, die heeft heel goed geholpen met alles zeg maar een beetje verzinnen. En hij geeft ons het deeg ook, zodat we dat kunnen uitdelen en dus kniepertjes kunnen bakken. Carmen, jij hebt ook gebakken, hè? Ja. Hoe kwam jij erbij? Nou, Chrissy die vroeg of ik mee wou helpen en toen dacht ik van ja, dat wil ik graag wel. Hoe lang zijn jullie al bezig? Een week, nou meer dan een week. Oké, en hoeveel kniepertjes heb je al gebakken, weet je dat? Niet precies, maar wel behoorlijk veel. Behoorlijk veel. Hoeveel kilo deeg, weet je dat misschien ook? Ja, lastig hè? Ja, lastig ja. Om in te schatten. Ja, maar was het wel leuk deze actie om te doen? Ja, vooral gezellig. Oké, kijk, dat is belangrijk. Hey Jolijn, jij hebt ook gebakken, maar je hebt thuis gebakken hè, met ja. Je moeder. Ja. Weet jij ongeveer hoeveel kniepertjes je gebakken hebt? Dat weet ik niet. Nee, ook niet. En hoeveel dagen? Avonden? Eén dag en nog een avond. Oké, okay. Was het leuk? Ja. Nou worden de kniepertjes ook verkocht, hè? Dus, en morgen uitgegeven in Werden. Wat verwacht je ervan? Er komen wel best wel aardig wat mensen het ophalen. Ongeveer 470 zakjes die we klaar moeten zetten. En ja. Ja. En toen jij dacht van nou, dit is een leuke actie. Misschien kan ik wel 100 euro ophalen. Denk je dat je daar al voorbij bent? Ja, daar zijn we zeker voorbij. Oké, dus de missie is geslaagd. Ja, klopt. Anita, jij bent kniepertjes aan het bakken. Hoe ben je hiertoe gekomen? Ik had een verhaal gehoord op Facebook. En ik zag dat de familie Nobbe brand hebben gehad. Dat ze een kindje hebben verloren en dat de vader in het ziekenhuis ligt. Ze vechten voor zijn leven. En toen vroegen ze vrijwilligers voor het bakken. Toen dacht ik van nou, hier moet je toch een steentje bijdragen. En hoeveel kniepertjes haal je uit een kilo? 80 stuks. 80 stuks. Ik had overleg gehad met Chrissy. En toen had ik begrepen dat ze er 70 uit konden halen. Maar we waren zo mooi aan het rollen en we hielden er meer uit. Nou, we dachten van zoveel te meer, zoveel te beter is het voor die actie. En hoeveel heb jij inmiddels verkocht? 232 euro. Wauw. Ja, en geweldig. We hebben een gids gekregen van het Anker uit Midwolda. Begeleiden, mijn dochter woont daar begeleid. En ze zei van nou, ik geef je 25 euro. En wou ze 10 zakjes kniepertjes. Maar toen zei ze van nou ja, weet je, hou die 10 kniepertjes maar, verkoop die maar. En we geven ook nog 100 euro extra van het Anker. Nou, en dan heb je zoiets van, hey, zo mooi. Bijzonder. Ah ja, jij bent hier ook aan het kniepertjes bakken. Wat doet dat met jou als je dan van zo'n brand hoort en alle omstandigheden met zo'n gezin? Wat doet dat met jou? Het heeft me vreselijk pijn gedaan. Het heeft me zo pijn gedaan en zo geraakt. Want gezond opstaan en dat het leven zo vanzelfsprekend is, is niet zo. Deze mensen zijn een hele gezin, zijn ze kwijt. Een jochie mocht gelukkig nog het halen. Papa die is aan het vechten voor zijn leven. Die heeft niet eens afscheid kunnen nemen van zijn dochter. Het heeft me zo diep geraakt dat de moeder het heimwee heeft, vreselijk veel verdriet heeft. Hun huis zijn ze kwijt. Ze hebben niks meer. Dus het heeft me zo geraakt. En ik heb zoiets van, we leven naar de feestdagen. Ik bedoel, en dan kinderen gaan naar school, komen weer thuis. We zijn blij dat we met z'n allen zijn. Maar gewoon met de gedachte dat deze mensen niet meer samen kunnen zijn. Dat heeft me zo geraakt. Dus het maakt je gewoon blij dat je wat voor deze mensen een steentje bij mag dragen. Ook voor de buren. Om samen met z'n allen schouders eronder. We staan hier in het dorpshuis in Werden. En de kniepertjes die worden hier uitgegeven. Wat vind je er tot nog toe van? Nou, het gaat heel erg goed. We zijn nog maar heel kort bezig. Maar er zijn wel de mensen stromen binnen. En het gaat beter dan verwacht. En wat de afgelopen weken, hoe zijn ze bevallen voor jou? Wat heeft het met je gedaan? Ja, heel veel vrije tijd gekost. En heel veel bezig geweest met bakken. En het was wel druk eigenlijk.
Mooi. Vond je het leuk? Ja, om te doen, wel. Om iets te doen voor die mensen? Ja. Hey, er zijn heel veel kniepertjes gebakken, er worden heel veel verkocht. Wat denk je wat de opbrengst zal zijn, weet je dat? Nou, ik gok ongeveer 3000 euro. Dus ja, dat is wel meer dan verwacht. Meer dan 100 euro, hè? Ja, klopt. Ja, mooi. U heeft hier kniepertjes opgehaald. Ja. Een hele zak vol, zie ik. Klopt. Wat bewoog u om kniepertjes te kopen? Nou ja, het bericht was natuurlijk verschrikkelijk om te horen van de brand. En ja, echt heel dramatisch. En als je dan hoort dat die meiden zo'n spontane actie opzetten, dat is zo geweldig. Dus ja, daar twijfel ik dan niet over. Dat moest gelijk. Dezelfde avond nog. Wat bewoog u om kniepertjes te kopen? Nou, het is sowieso familie van mij. Een neef van mij. Dus ja, en het raakt je wel. Wat vindt u van de actie? Geweldig. Eén woord, geweldig. En de mensen uit Wedde, die zijn ook bezig om... Ja, echt. Zoals die bezig zijn, vind ik grandioos. Ja, echt. Kunnen we dit noberschap noemen? Zoiets, ja. Eigenlijk wel, ja. Wat bewoog jou om knippertjes te bestellen? Het is familie van mij, een achterfamilie die het is overkomen. Dus vandaar dat ik ook mijn hulp toon voor hun. Wat vind je van de actie? Ja, een hele goede actie. Ik vind het echt een hele goede actie. En wat vind je van al die mensen die meedoen aan deze actie? En dus, er wordt nog meer georganiseerd. Ja, ik vind het echt top. Want, verrassend? Ook wel. Het is wel één dorp natuurlijk. En ik vind het echt iets goeds, want dit gun je natuurlijk niemand. Je hebt kniepertjes gehaald. Wat heeft jou bewogen om kniepertjes te bestellen? Ja, het is natuurlijk een fantastische actie. Wat er is gebeurd is natuurlijk verschrikkelijk voor die familie. En dit is het minste wat we kunnen doen. Daarom heb ik ze besteld. Ja, zeker. En wat vind je van de actie? Er wordt nog meer georganiseerd, hè, voor het gezin. Ja. Wat vind jij daarvan? Ik vind het super dat iedereen zich er zo voor inzet. Dat vind ik echt... Dat is echt super dat iedereen dat doet, ja. Had je dat verwacht van een dorp als Wedde en omgeving? Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk een heel klein dorp. Iedereen kent elkaar ook. En het is wel... ik had het wel verwacht, ja. Maar dat het gebeurt is natuurlijk fantastisch. Want het is niet vanzelfsprekend, absoluut niet. Na deze kniepertjesactie houdt het niet op, heb ik begrepen. Wat kunnen mensen nog meer doen? Nou, mensen kunnen ook nog gewoon blijven doneren. Ja. En op welke website, of waar kunnen ze doneren? Ze kunnen een mailtje sturen, nog steeds naar hetzelfde e-mailadres. En dan sturen wij het rekeningnummer door. Oké. Nou, succes nog even. Dank u wel.